Ja, dat weet ik wel. Ik weet wel dat we dat hebben afgesproken. Maar ik heb er nu geen tijd meer voor. Ik denk dat er nog een paar patiënten in de wachtkamer zitten. En dan moet ik snel naar het ziekenhuis. Kom daar dan maar naartoe. Hè? Ja, oké. Dan zien we elkaar daar. Tot straks. De volgende patiënt, graag. Hallo. Ah, goedemiddag. Goedemiddag, dokter. Goedemiddag. Ja, het zit namelijk zo. Help! Wat krijgen we nou? Wat gaat u? Ho! Ik was eerst. Laat u eens even. Wat krijgen we nou? Ik was eerst, dokter. U bent helemaal niet aan de beurt. Ik ben eerst aan de beurt. Ik zit al heel lang in de spreekkamer te wachten. U moet gewoon op uw beurt wachten. Hallo. Ja, gewoon op uw beurt. Zal even lekker. Ja, als iedereen maar zo naar binnen komt, dan misschien was die mevrouw wel eerst, zeg. Hoe kan het eigenlijk? Ik heb toch wel een nummertje getrokken, ja? Ik heb een nummertje getrokken. Nummer 6. Ik heb 6. Nee, u hebt geen 6. Ik heb 6. Ik heb 6. U hebt 9. Ja, kom. Hallo. Dat zal het lekker worden als iedereen. Ik heb maar gewoon, mevrouw. Blijft u maar even staan. Ik heb 6, hoor. En ik heb 6. 6 is aan de beurt, hoor. 6 is aan de beurt. Juist. Eerst komt 6. 6 is aan de beurt. Daar gaat niemand voor 6. Maar luister. Eerst komt 6. Maar ik kom er even tussen. Eerst komt 6. Maar ik ben de dokter. Wat je de president zelf. Eerst komt 6. 6, kom nou. Hup, vooruit. Nee. U bent hier gekomen om de dokter te consulteren. Ja. Nou, en ik ben die dokter. Ah. 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 Ik ben de patiënt. Ja, natuurlijk, dat mag ik wel. Nou, moet u even goed luisteren. Even rustig blijven allebei. Ik ben nogal een beetje gepasseerd. Door wie? Nee, ik heb weinig tijd. Oh. Nou, wil ik u even allebei tegelijk te woord staan, mevrouw. Als u daar nee. Even gaat zitten. Nee. Wij horen niet bij elkaar of zo. Nee, hoor. Ik ga niet. Ik ken dat hele mens niet. Ik ga niet met haar rustig. Samen. Dat begin ik helemaal. Ik zei, ik heb weinig tijd en anders moet u morgen terugkomen. Oh, of u morgen terugkomt. Dat heb ik niet gezegd. Morgen, helemaal niet morgen. Doe dit toch niet zo kinderachtig. Even een informatief gesprekje. Gaat u daar zitten, mevrouw. Meneer, neemt u hier plaats. Het is zo gebeurd. Gaat nou, het helemaal lekker worden. Ze is helemaal met die man. Wel even prettig worden. Ik heb er niet op gerekend. Zo rustig. Kan ik gaan vertellen wat ik heb waar zij bij zitten? Wel even lekker. Dat komt. Voorzichtig aan, mevrouw. Dat komt, ik moet naar het ziekenhuis. Ach, wat heb u? Nee, daar heb ik ook spreekuur, begrijpt u? Nou, vertelt u maar eens even, mevrouw. Hoe is uw naam? Mevrouw Driessen. Mevrouw Driessen. En bent u particulier? Particulier, ja. Particulier, juist. En u bent? Fons. Wat bedoelt u? Fons. Oh, ziekenfonds. Ja, dat kan je wel zeggen. Met knappe roert, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Ja, ziekenfonds, dat komt leuk uit eigenlijk, ja. Had ik zelf nog niet aan gedacht. Zie, en daar gaat ziekenfonds. Oh, wat heeft die? Ziekenfonds. Laat u maar fonds. Ziekenfonds. Zo, eens even kijken. Ah ja, ik zie het al. U bent in verwachting, hè? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet eens dat dat kon, eigenlijk. Ik heb het niet tegen u, meneer. Ik heb het tegen mevrouw Driessen hier. Oh. Nou, dokter, dat kan ik wel zeggen. Ik ben niet in verwachting, hoor. Nee, nee. Mevrouw, neemt u mij niet kwalijk. Ik heb hier duidelijk genoteerd op de kaart dat u ongeveer zo'n 3 maanden in verwachting bent. Ja, u bent zeker 3 maanden in verwachting. Ja, ik ben absoluut in verwachting. Weet u zelf misschien niet meer dat gebeurt, maar u bent echt in verwachting. Zeg, wil u het er even wel buiten houden, ja? Maar als de dokter zegt dat u in verwachting bent, dan bent u echt wel in verwachting. Ja, die gaat de dokter niet voor uw dokers neer. Dat zal toch lekker worden, zeg. U bent in verwachting. Als ik niet in verwachting ben, dan ben ik niet in verwachting, hoor. Ja, maar je bent nog niet weg hier. No. Schuwelijk. Als je nou eventjes rustig blijft en u zich er niet mee bemoeien. Mevrouw, er staat hier dat... Oh, wacht eens even. Bent u mevrouw A. Driessen? Nee! Oh, wie bent u? B. Driessen. B. Driessen, die heb ik niet staan. Dan zal ik even noteren, mevrouw Driessen, wat zijn de klachten? Nou, kijk... Ik heb een ongelukje gehad. Ja, zo raken de meesten in verwachting. Nou, meneer. Even de mond dicht, ja. Ik werk namelijk in een snackbar. U werkt in een snackbar? Ja, en dan sta je de hele dag zo op je benen te staan, nietwaar? Ja, maar mooi anders op gaan staan. Nou. En de mens wil ook wel eens een keer gaan zitten, hoor. Tuurlijk, mevrouw, rustig aan. Gewoon, ik was over mijn toer, ik wilde gaan zitten. Begrijpelijk, begrijpelijk. Nou, toen ben ik gaan zitten dan. Ja. Op het fornuis. Op het brandende fornuis? Op het brandende fornuis, dokter. En hoe is het nou met de fornuis? Even stilgaan. Ik faal niks meer. Dat is heel vervelend, mevrouw. Dat is heel vervelend. Ja. En nou?
En nou? Ja. Zegt u maar hoor. Ja. Ja. Nou heb ik. Ja. Mijn ding is verbrand. Wat heeft ze verbrand? Mevrouw heeft haar dinges verbrand. Zijn de dinges verbrand daar? De dinges verbrand. Zou ik even vragen? Ze vragen of ze alle twee verbrand zijn of één. Is dat al bekend? Dat heb ik nog niet kunnen zien. Oh, wordt naderhand bekendgemaakt via teletext. Mevrouw, dat is een heel vervelende zaak. Dat is maar heel vervelend. Maar alvorens ik u kan onderzoeken, ja, moeten we even temperaturen. Oh. Ja, even temperaturen, dat mag gebeuren natuurlijk. Hè. Even temperaturen, tuurlijk. Dat maak ik wel uit, ja? Ja, natuurlijk. Even de thermometer onder de tong. Oh. Ja. Oh ja, oh, dat kan ook, ja. Nou, en vertelt u eens, meneer, wat zijn uw klachten? Last van mijn knie. Oh, pijn in de knie? Enorm last van de knie. Dat is vervelend, ja. Ja, daarom kom ik langs, hè. Welke knie is het? Ik heb de rechterknie. Enorm last van de rechterknie. Dus steekt, dat hè, zal zit, wel steekt. De andere rechterknie zijn, hè? Welke andere? Ik heb één rechterknie, natuurlijk. Nee, u verwisselt ze. Ik verwissel. Oh, als ik zo ga zitten? Ja, natuurlijk, dan is het precies andersom. Dan heb je zo ook trouwens, dat is zo precies andersom. Ja, nee. Maar ik heb nou even last van de, ja, dan zie ik ze weer door elkaar te gooien. Dan weet ik het zelf ook niet natuurlijk, hè. Deze steekt in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Deze doet gevoelig. Pijn in de knie. Ja. Dat heb ik. Oh, heb je het ook? Nee. Ik bedoel, dat is me nu duidelijk. Oh, duidelijk. Hoe gaat dit? Hoe gaat dit? Nou, het ziet er een beetje mijn shock uit, maar het gaat. Nee, ik bedoel, is dat pijnlijk? Nou, als u het doet, heb ik er geen last van. Laat u maar pijp omhoog. Wat? Pijp omhoog. Oh, even de pijp omhoog, ja, natuurlijk. Juist. Thermofiel? Nou! Zeg toch wat ze doen? Zoiets zeg je toch niet? Niet normaal meer. Houdt u zich dan nou maar even buiten. Geeft u mij de thermometer maar, mevrouw. Ach, kijk eens even. Dat is een prachtig temperatuurtje. Oh, dat is fijn. Nou, je zal het hebben met je vakantie. Ja. Mevrouw, als u even achter het scherm wilt gaan en u helemaal ontkleden, dan zal ik u even onderzoeken, ja? Nou, ja. Gooi maar los de boel. Laat de elastieken maar knallen. Gaat uw gang maar. En meneer, als u ook even achter het scherm u wilt ontkleden, ja? Wat? Oh, wat zeg u? Meneer, en u samen even achter het scherm ontkleden? Oh, nee. Maar ik ga niet met haar straks, zou niet weten waar de voor nodig is. Nee. Ik ga niet samen met haar achter het scherm. Nou toch, mensen. Niet, we gaan toch gemengd in de sauna tegenwoordig? We zijn toch volwassenen onder elkaar? Ik ben beperkt in mijn tijd. Kom nou even. Ja, maar hoe moet ik... Nou, het is voor mij ook niet zo leuk om met twee van die verbrande jongens naar te komen. Ik heb dat onnodig. Schiet nou alsjeblieft even op. Ik heb al zo weinig tijd, ik moet nog even bellen. Hè, wat de mensen de toestanden maken tegenwoordig. Hallo? 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 Hoe gaat het? Oh, nou, we zijn net begonnen eigenlijk, hè? Nu. Kun je het wel redden alleen? Jawel, we gaan eerst. Jawel, hoezo? Zeg, of moet ik soms even langskomen? Ben je gek. We redden het beste hoor, met z'n tweeën, ja. Mooi. Dank je. Zeg, vertel eens, heb je een mooi uitzicht? Nou, ik kijk in een soort dal eigenlijk, hè. Een soort geuldal. Met een blokkert. Zeg, hoe is het eigenlijk met de twee jongens? Nou, daar zit het ook niet veel in. Hallo. Ja? Ik vraag, hoe is het met de twee jongens? Ach, die gaan net buiten spelen, zie ik. Ze zijn pas terug van vakantie, hè? Ik geloof het wel, ze zijn behoorlijk verbrand in ieder geval. En nou ben ik echt benieuwd, hoesten ze nog? Nou, ik heb ze nog niet gehoord vandaag. Zeg, wil je ze de hartelijke groeten van me doen? De groeten? En geef ze een dikke pakkert. Oké.
Okay. Ah, jongens, jullie hebben de hartelijke groeten en jullie krijgen een dikke pak. Ben je nou helemaal gek geworden, vader? Wat? Vriesdrek dat je erbij maakt. Wat gebeurt er? Ik wil ze gewoon even de groeten doen, maar daar houden ze niet zo van. Maar ik heb het even bekeken, maar ze zijn behoorlijk verbrand, hoor. Oeh, die zijn behoorlijk verbrand. Zo. Eerste gaatje zeker, dan wordt nat houden die boel, hoor. Dat maak ik wel uit. Wat hebt u daarmee te maken? Ik ben van de brandverzekering.